Zo. Want ik heb wat filmpjes gezien, zoals net al terecht werd opgemerkt, zijn de filmpjes van de vorige sprekers online. En ik ben vrij trots dat ik me in dit illustre lijstje van sprekers mag vinden. En ik heb mijn praatje een beetje moeten aanpassen, want veel van de dingen die ik wou vertellen, die zijn eigenlijk al geweldig verwoord door de sprekers voor mij. Ik moet ook zeggen dat dit praatje wat ik ga houden vandaag, past ook echt in het rijtje. Vooral van wat Arjen heeft verteld en wat Brenna heeft verteld. Kijk die dus ook vooral, het is een aanvulling ook deels op wat zij hebben verteld. En sommige dingen kunnen daar ook gewoon stomweg beter verwoorden dan ik ooit zou kunnen doen. Dus kijk dat vooral terug. Over mezelf. Wou ik ook nog wat vertellen, ik werk bij Greenhost. Nederlandse internetprovider of hosting provider. We zijn de enige provider die geen data logt. Dus als je mailt met andere mensen, dan moet dat worden bijgehouden door alle providers. Wij zijn de enige die dat niet doen. We hosten onder andere het platform Publix, wat kan gebruikt worden door klokkenluiders om anoniem te lekken naar nu meer dan 40 verschillende media, zoals de NOS, Nu.nl, Tweakers, om op een anonieme manier misstanden aan de kaak te stellen. En daarnaast organiseer ik in die hoedanigheid voor Greenhost ook elke maand een bijeenkomst in Amsterdam, Techno Activism for Mondays. Ik ben vrijwilliger bij Bits of Freedom, een Nederlandse burgerrechtenorganisatie die zich inzet voor vrijheid op het net en een ongecontroleerd open net voor iedereen. En in die hoedanigheid organiseer ik ook de Privacy Party of de Privacy Café, dat volgende week ook hier in Enschede plaatsvindt. Mocht je niet uit Enschede komen, hij is ook in Utrecht en een week later ook weer in Amsterdam. En op privacycafé.nl kan je alle toekomstige data ook in de gaten houden. En daarmee zullen mensen echt hands-on dingen uitleggen hoe je aan de slag kan met je privacy. Eén ding wat ik ook voor Bits of Freedom doe, is mijn datadagboek bijhouden. En daar zal ik nu wat meer over vertellen. Ik ben er al ongeveer 1,5 jaar mee bezig. Ja, een slokje water. En het is ooit begonnen naar aanleiding van een toespraak die ik zag in Hamburg van een Europarlementariër over de nieuwe privacyrichtlijnen die op dit moment in het Europees Parlement behandeld worden en eigenlijk op het punt staan om aangenomen te worden. Die privacyrichtlijnen, dat is, zoals dat hoort bij Europese richtlijnen, weinig begrijpelijk voor een normale sterveling. En ook na een uur lang in Hamburg hebben gezeten en geluisterd hebben naar de vragen, wist ik nog steeds niet echt precies waar het nou om ging en hoe dat mij beïnvloedde. Dus ik besloot om het op een wat andere manier aan te pakken. Ik dacht, hoe kan ik nou mezelf ten eerste uitleggen wat hier aan de hand is, maar ook met andere mensen begrijpen. En daarom ben ik een datadagboek begonnen. En wat ik met het datadagboek probeerde is mijn eigen digitale schaduw in kaart te brengen. Of wat sommige mensen ook wel noemen een digitaal alter ego. Het idee is dat van ons echte persoon hier in de fysieke wereld er een soort van afdruk, een tweede persoon bestaat in die eigenlijk verspreid is over allerlei databases. Dat begint bij je lagere school, dat gaat via misschien af en toe een ziekenhuisbezoek naar gewoon stomweg de gemeentebasisadministratie. Overal bevinden zich kleine stukjes informatie die iets zeggen, die een afstamming zijn van attributen van ons, man, vrouw, getrouwd, niet. De opleiding gevolgd, tot welk niveau, et cetera. En deze digitale schaduw, of digitaal alter ego, is iets wat ons beïnvloedt. Als er ergens een vakje staat dat je geen rijbewijs hebt, dan geeft dat vakje jou de mogelijkheid, een beetje meer macht, om bepaalde acties in het echte leven te doen. Namelijk een auto besturen. Een juist paspoort geeft je de mogelijkheid om een grens over te gaan. Maar niet altijd is het even duidelijk welk vakje waar staat aangekruist, wie de database bijhoudt en waar ze de informatie vandaan halen of waar ze naartoe brengen. Ik doe het nu ook voor de correspondent, daar kan je me ook lezen. En soms kom je hele grappige dingen tegen. Dus ik kwam mijn oude pennyrekening tegen van bij de ING die mijn ouders ooit hadden afgesloten en daar stond nog €35,61 op. Lang geleden een keertje daarachter gelaten. Maar er is wel een probleem mee. En dat is een beetje dat het zo voelt. Zeg maar, mijn data verdwijnt heel makkelijk naar bedrijven en naar de overheid. Je
Ik heb laatst nog een auto gehuurd en dan krijg je echt zo'n stapel papieren. Als je hem dan ophaalt, moet je allemaal ondertekenen. Het zijn dikke vellen en je wil snel die auto. En er staat van alles in waarschijnlijk. En je moest mijn telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres invullen. En ja, eigenlijk weet je niet precies waar het allemaal naartoe verdwijnt. Maar het is zo weg. Waar ik achter kwam met onderzoek doen naar mijn eigen data, is dat het verdomd lastig is om het de andere richting op te laten komen. Bits of Freedom heeft een hele goede tool gemaakt. Het heet de Privacy Inzage Machine. Die kan je vinden op pim.bof.nl. En daarmee kan je zeggen van nou, ik doe wel eens boodschappen bij deze winkel en ik heb wel eens wat gekocht bij deze winkel online of ik ben ingeschreven bij deze gemeente. En die maken dan een soort van standaard set brieven voor je aan. Waarin een mooi, ook een beetje juridisch jargon staat. Ik beroep me op deze en deze wet en ik wil nu graag weten welke data heb je van mij? Hoe behandel je die? Hoe is die opgeslagen? En wie geeft die nog meer? Nou, ik heb echt stapels van dat soort brieven de deur uit gedaan. De PTT mag blij zijn met mij qua kostenomzet. Maar je krijgt heel vaak of niks terug, of je krijgt terug, laatst nog van Marktplaats. Dan heb ik dus mijn naam, mijn adres en een kopie van mijn paspoort meegestuurd. Sorry, we kunnen u niks geven, we hebben uw e-mailadres nodig. Want het primaire ding waarmee ik eigenlijk inlog en onderhandelingen doe eigenlijk in de Marktplaats is natuurlijk via mijn e-mailadres. Dus je moet ook heel veel geven om erachter te komen wat ze nou eigenlijk over je hebben. Een lange strijd ben ik verwikkeld met T-Mobile. Na lang zeuren kreeg ik 10 dagen inzicht in de data die zij over mij opslaan op de wet dataretentie. Trouwens, dus niet alleen, ze moeten dit vasthouden voor de wet, maar het is natuurlijk ook data. Dus een hele soort tabellen. Je ziet aan de vraagtekens bovenaan dat je niet de enige bent die niet begrijpt wat hier staat. Ik heb best wel blauwe puzzelen. Maar dit is natuurlijk ook gewoon om te kunnen bepalen wat de rekening voor mij is aan het einde van de maand. Nou, dankzij de hulp van slimme mensen, waarbij we bij Bits of Freedom behoorlijk wat zijn, was één jongen in staat om veel tabellen van deze te herleiden wat ze zijn. En die stuurde mij dit kaartje toe. Ik zei, dit heb je gereisd, dit heb je afgelegd die dag. Ja, wat? Ja, in een van die kolommen, ik weet even niet meer zeker welke, misschien zit iemand hier gelijk. Misschien is deze de laatste kolom, dat zijn de cell tower ID's. Dus dat alle torens die in Amsterdam staan, waarmee ik verbinding heb gemaakt gedurende die dag, die kan je, niet makkelijk, maar die kan je vinden. En die jongen had het gedaan en die zei dus, dit heb je afgelegd, maar het klopt wel. Ik werk daar ergens en ik woon daar ergens. Komt vrij aardig overheen. Wat het ook een beetje aantoont, misschien hebben jullie, als jullie de prijs van andere mensen hebben gezien, er is veel te doen over veiligheid en jezelf beschermen tegen al te veel het weglekken van je data. Het gebruik van een mobiele telefoon is ook typisch een van die voorbeelden waarbij dat dus eigenlijk niet echt kan. Want het instrument in zichzelf draagt met zich mee dat je data lekt. Als dit niet kon, dan werkt de GSM niet, want ze moeten weten waar jij bent om een telefoontje af te leveren. Ik weet niet hoeveel mensen dit een spoiler is, maar deze man die kwam daar op een ongemakkelijke manier achter. Mensen die Breaking Bad hebben gezien. Maar ja, ik zal niet te veel vertellen dat mensen Breaking Bad nog willen zien, maar dit is het moment dat Walt begrijpt dat hij het niet meer gaat redden, omdat hij zijn mobieltje altijd bij zich had. En daardoor dus weet of zichzelf heeft prijsgegeven. Het is een beetje dit gevoel. In Breaking Bad wordt op de havenklap een mobieltje door midden gebroken. Ja, niet door Walter. Maar goed, no more spoilers. Ik zou het trouwens echt kunnen iedereen aanraden. Breaking Bad was echt een van mijn favoriete series de laatste tijd. Goed, dit gevoel overkomt je heel erg als je op zoek gaat naar je data. Dit gevoel nog meer. Een soort van hazard, achter je data aanlopen, lopen klagen, 10 keer terugbellen. Ik kan het iedereen aanraden om te doen als inzicht krijgen. Ga naar pim.bof.nl, schrijf een paar brieven naar bedrijven. De vraag is van, hey, wat voor data wil je? Dit is best wel emanciperend ergens om te zien hoe dat is. Daarnaast kan ik het niet echt aanraden, want het is echt een verschrikkelijke hobby eigenlijk. Ja, dat is niet zo leuk. Dat is echt voor mijn soort van ambtenaar, mijn eigen ambtenaar ben ik geworden. Maar goed, dat terzijde, wou ik het vandaag over iets anders hebben. Het panopticon. Is iedereen hier bekend met het idee, laat ik zeggen, wie is er niet bekend met het basisprincipe van het panopticon?
Goed, dan gaan we dat eerst even. Panopticon is van mij natuurlijk achterhaald. Volgens mij leven we in een panopticon. En nou zou ik eigenlijk een plaatje moeten hebben, maar ik zie hier al dat ik dat niet heb. Wacht, ook een blikje. Dit is een panopticon. Dit is eigenlijk het originele idee van Bentham. Die had het idee bedacht voor een gevangenis. Het idee van de gevangenis is, je stopt alle gevangenen in een enorme grote cirkel in cellen zonder deuren of met doorzichtige deuren. Je stopt de bewaker in het midden en de bewaker kan iedereen zien. En de gevangenen kunnen ook eigenlijk niet echt zien, en dat is essentieel, of er een bewaker is. En op dat moment treedt dan dat menselijke sociale gedrag in werking. Als je je bekeken waant, of als je je bekeken voelt, dan gedraag je je anders dan als je alleen helemaal bent en je weet dat niemand kijkt. Weet je, thuis dansen met Kerk Madonna op de stereo met een onderbroek op je hoofd. Ja, dat is fijn omdat je weet dat er niemand kijkt en dat er geen YouTube filmpje morgen van is. Maar dit idee dat je dus eigenlijk jezelf gaat disciplineren op het moment dat je door een ander bekeken wordt, ook wel wat tegenwoordig het chilling effect heet. Van ik op een station of zo gedraag ik me netjes, ik gooi geen papiertje op de grond, ook al zou dat misschien wel willen. Dat is gewoon een keertje een heel mooi onderzoek. Als je mannen die hun handen niet wassen, zeg maar, als ze naar de wc zijn geweest, de beste manier om dat te veranderen is door iemand, zeg maar, in die wc bij de wasbak zo neer te zetten. Dat dan neemt er 80% toe. Als je weet, als je uit de wc komt en er staat iemand, dan gaan mannen opeens ook keurig hun handen wassen. Maar dat hele idee, wat oorspronkelijk van door Bentham was bedacht als een systeem om gevangenen te bewaren, dus eigenlijk de echte lowlifes, de mensen die we echt weg willen stoppen in de samenleving, is door Foucault veel meer ontwikkeld als een idee van zo werkt de hele maatschappij. En de duizenden discipelen van Foucault daarna hebben zagen het op een gegeven moment overal. Weet je, je hebt een panopticon, de manier waarop we natuurlijk eigenlijk de complete staat hebben ingericht, maar ook de manier waarop commercie tegenwoordig werkt. Mijn casus vandaag is eigenlijk veel meer dat ik over een panopticon wil hebben. En daarmee dus het combineren van de ban, het uitsluiten, met het panopticon van Foucault. En waarom wil ik daarover vertellen is dat ik denk dat niet alleen is panopticon eigenlijk een beetje een vrij versleten weg om uit te leggen hoe onze maatschappij werkt. Ik denk dat het op veel vlakken ook niet helemaal adequaat meer is. Een van de dingen die is veranderd als we het over surveillance hebben, is dat de veiligheidsobsessie die in het panopticon bij de bewaker eigenlijk ligt, de bewaker die ervoor wil zorgen dat niemand ontsnapt en dat niemand gekke dingen doet. Die veiligheidsobsessie die bestaat niet alleen bij de bewaker, die bestaat ook bij de gevangenen, in overdrachtelijke zin bij ons. Wij zijn onze eigen bewakers in de zin dat we zelf die veiligheid willen. Zie je het een beetje zo, wanneer zou je een slot weghalen? Als je, ik las het verhaal van een vrouw die had een nieuw huis gekocht. En in dat nieuwe huis zaten op alle ramen twee sloten. Er was al een heel CCTV-systeem aangelegd met camera's en alles. En die veiligheidsobsessie van de vorige bewoners, die ervaren zij eigenlijk als beklemmend. Dat je dan denkt van, ja maar, ik ga maar juist onveilig voelen door al die veilige dingen. En ik wil ze eigenlijk weghalen. En het hele idee dat je dus in een huis zit waar je sloten weghaalt van deuren en ramen minder veilig gaan, dat was absurd. Zij kon ook geen bouwbedrijf eigenlijk vinden die dat voor haar wou doen. Waarom zou je dat doen? Alle veiligheid is er al. Maar veiligheid is een obsessie geworden. Iets wat nooit genoeg is. Als je drie sloten op je raam hebt, dan zou je misschien op een dag een vierde bijzetten, maar je zou bijna nooit teruggaan naar twee. Een beetje geschiedenis. Wat ik daarbij wil betrekken is dit. Mensen misschien een beetje zien, ik ben een beetje bruin. Ik zat vorige week hier. Dit kan ik iedereen aanraden. Dit is Lipari, de Ionisch eiland, vlak boven Sicilië. Wat je hier ziet is het oude centrum van Lipari. Met de stadsmuren, die zijn nog gebaseerd op funderingen van de Griekse stadsmuren die er nog onder zitten. Zoals alles zo een beetje in Italië, weet je bouwt gewoon voor op de eeuwen van beschavingen voor je. Dus
supermooi, dus hoe dieper je gaat, hoe ouder het wordt. En de nieuwe stad buiten de muren. Nou, waarom is dit stadje zo, heeft zo'n bizarre hoge muur? Dat is omdat Lipari eigenlijk in een soort van vaarwater zat waar het meestal fout ging. Je had aan de ene kant de Grieken, je had de Italianen, je had de Spanjaarden. Vooral hadden ze heel veel last van Tunesiërs, piraten uit Tunesië, die Lipari vaak aanvielen. Ze zijn op een gegeven moment 10 dagen onder vuur gelegen van Ottomaanse scheepsbodems. Die na 10 dagen moesten het opgeven. Toen is de hele stad leeggehaald, iedereen afgevoerd. Iets van 20.000 mensen tot slaaf gemaakt in die tijd. Maar wat het vooral aantoont is dat in die tijd het idee van veiligheid was een muur om je stad heen. Want de chaos en de barbaren en het gevaar bevindt zich buiten de stadsmuren. Aan de poort zet je 1 man neer of 2 met grote lansen en die bepalen jij mag in, jij mag niet in, jij mag in, jij mag er niet in. Maar als je eenmaal binnen bent, dan ben je onderdeel, dan ben je burger, dan ben je onderdeel van de stad en dan is het veilig. En dat is veranderd. Dit was ook in Lipari. Kom ik een heel mooi beeldje tegen van een godsbeeldje, sorry voor de slechte kwaliteit van de foto. Maar daarboven hebben dus 2 bewakingscamera's. Dat vond ik exemplarisch. Dus bij een kerk, dit is de hoek van een kerk, hangen we bewakingscamera's op. Het idee van de vijand is buiten de stad, is totaal verdwenen. De vijand is ondertussen in de stad. De vijand is tussen ons. De mensen die we moeten wantrouwen. Zelfs onze heiligste sacramenten, zeg maar, kunnen we niet gewoon daar laten staan omdat ze heilig zijn. En die moeten bewaakt worden. Volgens mij haalde Brenno of Arjen dat ook nog aan, dat als je dat ook ziet naar de NSA, die dus ook Merkel en het Vaticaan, zeg maar, bespioneert. Het gaat niet om de mogelijke terrorist, het gaat om iedereen kan het potentiële gevaar zijn. En wat mij betreft maakt die mate van surveillance ook juist dat je je minder veilig gaat voelen. Dat je denkt van, ik had het in mijn hotelkamer, ik kom je aan, een heel mooi huisje ergens. En dan zei die man, oh ja, hier is een kluisje, daar kan je waardevolle spullen in doen. En ik dacht, mijn waardevolle spullen in een kluisje? En ik dacht, ik zit hier op een klein eilandje, in een kleine gemeenschap, hier zal toch niks gejat worden. Vanaf het moment dat ik wist dat er een kluisje was en dat ik daar mogelijk iets in kon doen, had ik het gevoel van, oh, dit is niet veilig hier. Ik moet kennelijk een kluisje gebruiken. Dat is ook nog een voorbeeld van, zo dat ook weer? Van je Noorse piloten, die ging op een gegeven moment klagen met het idee, na 9-11 de controle sterker werd op vliegvelden, werden piloten de hele tijd gecontroleerd. Als ze even gingen lunchen, als ze even naar de wc moesten. En er was op een gegeven moment een klacht van Noorse piloten, die zeiden, we worden 10 tot 12 keer per dag worden we gecontroleerd, omdat we het vliegtuig in en uit gaan. En dat is meer dan een gevangene wordt gecontroleerd op een dag. Daarom krijg je een gevoel van onveiligheid. Dan denk je, je moet eraan meedoen, want de veiligheid van ons allemaal komt hiermee te goede. Maar uiteindelijk krijg je een gevoel van onveiligheid. Een heel belangrijk aspect, om het dus ook te nadrukken, is dat je de overslag van volgens mij van panopticon naar een banopticon zit erin dat we daar zelf aan bijdragen. Wij willen zelf veilig zijn, daardoor doen we daar mee, daarom installeren we die kluisjes en die veiligheidsmiddelen, daarmee melden we onszelf ook. En we komen aan op het moment dat we eigenlijk voortdurend bezig zijn onszelf te surveilleren. We moeten ons melden om te laten zien, ik ben nu hier, ik ben ingecheckt of ik heb een bonuskaart en daarmee krijg ik korting, want ik ben die hier vaak komt. Ik ben bij banken bijvoorbeeld, dan moesten vroeger zelf een beveiliging doen. Weet je, als je bij een bank komt met je stalen deuren en bewakingskamers, heb je nog steeds wel. Maar een deel van de beveiliging van banken is overgedragen naar ons. Ze zeggen nu, je moet een virusscanner installeren, je mag geen Windows XP meer gebruiken. Je moet je identifier goed bewaken, je moet zelf je pincode veiligstellen. Een deel van de verantwoordelijkheid van de veiligheid van je geld, wat volgens mij het idee was waarom je je geld bij de bank zet, want daar is het veiliger dan in je sok onder je hoofdkussen thuis. Maar een deel van die veiligheid waarvoor je eigenlijk ook betaalt, dat is ook weer terug overgegeven naar onszelf. En de meeste mensen, het lijkt vrij logisch ook. Het is een deel van je eigen verantwoordelijkheid als je het gemak wil hebben waarmee je geld via je telefoon zo kan transferen.
Maar we komen wel bij een situatie waarbij de cipier die in het midden zit van het panopticon eigenlijk al lang verdwenen is. Het is ook helemaal niet leuk voor zo'n cipier natuurlijk om daar te zitten de dag, want hij is eigenlijk niet veel beter af dan de gevangenen. De macht van de cipier is overgedragen aan onszelf, zodat we zelf zorgen dat onze documenten in orde zijn, dat we op tijd onze belastingaangifte inleveren, dat we zorgen dat we door middel van onze mobieltjes kunnen laten zien waar we zijn. Een deel van die surveillance taken die eigenlijk bij de cipier of bij de staat zou liggen, worden op dit moment gratis door onszelf. Maar of eigenlijk niet eens gratis, we betalen ervoor om onszelf te mogen surveilleren door middel van een duur abonnement en een dure smartphone. En de bedrijven die dit mogelijk maken, de Apples, de Googles, die ons voorzien in de middelen om duidelijk commerciële redenen om onszelf te surveilleren, zijn ook echt dat, een soort van bemiddeling daartussenin. En wijzen verantwoordelijkheid af. Ze zullen niet, als jij een geschil hebt met Facebook of met Google, dat is geen partij zeg maar, om bijvoorbeeld je data vandaan te halen zoals ik probeer. Dat lukt gewoon totaal niet. Dat komt door dit soort dingen. De terms and conditions die we allemaal niet lezen. Als je een keertje ruzie hebt met een grote partij, is dat altijd nee. Want je hebt eigenlijk al je rechten weggegeven. Je geeft wel al je data aan ons. Wij zorgen ervoor dat jij gecategoriseerd kan worden. En met alle vrijwillige tijd die je erin stopt door dingen te liken en door te zeggen waar je bent en door te zeggen met wie je verbonden bent, wie je vrienden zijn, weten wij wie jij bent, zodat we goed advertentiewerk zeg maar, op jou los kunnen laten en zorgen dat jij in het goede doelgroep past. Maar als het niet klopt, als er op een dag achterkomt van ik krijg wel hele rare advertenties, ik krijg trouwjurken aangeboden, dan klopt iets niet. Dan hoef ik niet bij hen aan te kloppen en zeggen dat klopt niet. Die algoritmes en dat systeem is ook heel erg gericht om juist wel die verantwoordelijkheid bij onszelf te leggen om ons de hele tijd de juiste correcte invoervelden achter te laten. Maar als het niet klopt, ja. Dat is wat ik de perversie van de automatisering ook noem. Door middel van die automatisering hebben we die verantwoordelijkheid ook een beetje een soort van, zoals Hannah Arendt heel mooi zegt, die zweeft een beetje. De automatisering heeft ervoor gezorgd dat er niemand meer echt verantwoordelijk is. Als je een, dan ben ik even zijn naam kwijt, iemand had ook wel eens gezegd van, een knop is een knop. Hè? Dat maakt niet uit of je nou op een knop drukt om een koffiezetapparaat in werking te zetten, of de knop voor de atoombom. Of zoals nu de mensen die de knop indrukken voor drone strikes in Afghanistan en Pakistan. Het is een soort van de afstand laag, de automatisering, die ervoor zorgt dat de verantwoordelijkheid niet meer gevoeld wordt door degene die de knop bedient. Even een slokje water. Het is wat Sigmund Bauman, filosoof uit Polen, nu in Engeland, een beetje het probleem van de moderniteit heeft genoemd. En daarvoor heb ik een slide en die is een beetje lang, maar ik wil toch wel vragen om even rustig de tijd te nemen om hem te lezen. Ik zal hem ook even voorlezen eigenlijk. The absence of anything redundant, useless or undesirable, in other words, of anything that would cause unhappiness or was confusing and or discomforting, because it stood in the way of full and undisturbed control over the human condition. It meant, in short, rendering the permissible obligatory and eliminating all the rest. Zo, het idee van de moderniteit, wat volgens Sigmund Bauman zo begin 20e eeuw postvatte, was het verplicht stellen van wat wenselijk was en de rest uitschakelen. En dat is volgens mij ook een essentieel onderdeel van het panopticon. We sorteren mensen aan de hand van hun eigenschappen om dit te bereiken. Om te zorgen dat de gewenste klanten klant worden en de moeilijke, vervelende, niet kredietwaardige klanten verdwijnen. We willen mensen sorteren zodat we zeker weten dat je snel bij Schiphol door het poortje heen kan met het juiste paspoort als je in de EU woont. Maar vooral in een lange, moeilijke
procedure terechtkomt als je eigenlijk niet gewenst bent in dit land. Of eigenlijk niet zozeer, niet, hopelijk niet al te lang, want het liefst zo snel mogelijk terug. Het idee van moderniteit, waarbij de samenleving als een soort van maakbaar ideaal ziet, waarbij je door middel van technologie en ook vooral door middel van macht de onwenselijke side effects, de onwenselijke onderdelen van de maatschappij eigenlijk terzijde kan schuiven, is iets wat volgens mij nog steeds heel erg prominent aanwezig is. En waar, als je naar de geschiedenis kijkt, talloze voorbeelden van zijn, van pogingen om deze efficiëntie op basis van moderniteit te bereiken. En de meest afschrikwekkende en ver doorgevoerde zijn natuurlijk zaken als autoritaire staten, zoals pogingen van de fascisten en communisten om niet op zo'n manier chaos te bestrijden, op zo'n manier totaal alles weg te snijden uit de samenleving, wat volgens hun überhaupt niet het waard was om te leven, dat het zaken als holocaust en pogrom en de strafkampen in Siberië heeft voortgebracht. Dat is het begin volgens mij van een idee hoe we technologie ook kunnen gebruiken. Hier staat, het is niet heel goed leesbaar, Übersicht mit Hollerith logkaarten. Overzicht met Hollerith ponskaarten. Je ziet hier ook mooi, het is trouwens een heel goed vormgegeven affiche, maar even met duidelijke taal, de ponskaart hier met de stad op de voorgrond en het duidelijke idee dat je dus overzicht houdt op de stad door middel van automatisering. De Hollerith automaten waren de machines die waren uitgevonden voor, ik geloof ergens in 1920 al, in Duitsland, uiteindelijk overgekocht door IBM. IBM in die zin, in een heel mooi historisch boek, IBM in de Holocaust, ook uitgelegd hoe IBM door middel van deze machines niet zozeer de Holocaust heeft veroorzaakt natuurlijk, maar wel een stuk efficiënter heeft gemaakt. Omdat het veel makkelijker was om de bevolking te tellen, in te delen en te begrijpen wie waar was, met welke attributen en wie gezocht werd. Dit is trouwens die machine. En het hele mooie quote van IBM, het immorele of amorele eigenlijk logo, of hoe zeg je dat, de uitspraak uit die tijd, if it can be done, it should be done. Dat dan weer de hele morele afwijzing van wij zijn techneuten, wij maken techniek, die als het kan, dan moeten we dat gewoon doen. En kijk dat het dan op een bepaalde manier wordt gebruikt. Zo zeggen, that's not our department. Om zo te zeggen. Tegenwoordig gaat het een beetje anders. Ik wil niet één op één doortrekken dat de Holocaust nog steeds onder ons is. Iedereen weet dat het niet is en ik zou mezelf niet verstandig achten als ik dat wel zou zeggen. Maar het idee van de moderniteit, het idee van het sorteren van mensen, dat mensen eigenschappen hebben en dat als je die op goed, een hoog niveau gedetailleerd kan analyseren, dat je daar macht mee kan uitoefenen en mensen kan aansturen om bepaalde dingen te doen en andere dingen te laten. Dat is nog eens helemaal niet zo vreemd. Om mensen te sorteren. Het gaat nu een stuk sneller en ook allemaal hier weer. De manier waarop het gebeurt is ook weer een soort van vervreemding. Het brengt een laag aan tussen de operator, degene die het heeft gemaakt, en de uitvoering die plaatsvindt. Verkeerde dingen die je op internet ziet omdat het algoritme niet klopt. Of een beurscrash die we, wanneer was het? 2009 geloof ik, hebben we een mini dip meegemaakt, de beurs. Dat was een enorme spike, opeens stortte de hele beurs in elkaar. Dat waren algoritmes die op hol waren geslagen en elkaar aan het vechten waren. Er waren gewoon rekenkundige methodes. En trouwens de hele crisis eigenlijk aan zich, waarom daar weinig mensen voor zijn opgepakt of vastzitten, terwijl het wereldwijd banen, geld, huizen heeft gekost en een hele hoop ellende heeft veroorzaakt, is omdat mensen zeggen, ja, maar het zijn rekenkundige methodes die dit hebben veroorzaakt. Er zaten eigenlijk geen mensen meer aan de knoppen. Mensen zijn ook eigenlijk helemaal niet echt nodig meer voor dat soort dingen. Ik krijg een beetje het idee dat, nou ja, met het motto van IBM, it can be done, it should be done, dat
bij veel van de technieken die we tegenwoordig gebruiken, niet zozeer het doel is meer dat bepaalt welke techniek we ontwikkelen, maar de technieken die we kunnen ontwikkelen, bepalen dan gaan we, dat doen we eerst en dan gaan we vervolgens kijken wat we ermee gaan doen. En dan eigenlijk ook, blijkt ook nog vaak dat als je dus zegt, je hebt een bijl, het middel en de operator, de beul, dat ook vaak steeds vaker de beul eigenlijk niet meer echt nodig is, dat de bijl het spel alleen af kan. In het verhaal van mijn datadagboek en het sorteren van mensen is het probleem is dat dus aan de ene kant dat we onszelf surveilleren en steeds meer data over onszelf afgeven, maar we geven die data aan een machine die we niet begrijpen en die conclusies over ons trekt. En waardoor ik me af en toe een beetje zo voel. Je zit in een machine en je weet gewoon niet, het kan zo best kunnen op een dag dat iemand het knopje indrukt. Ik bedoel, er zijn echt genoeg verhalen van, moet ik ook weer even volgens mij eens een Brenno aanhalen, die had het ook over. Dan zit je in een vliegtuig en dan wordt er gezegd dat er een terrorist aan boord zou zijn en het vliegtuig moet een tussenlanding maken. Want iemand met dezelfde naam als een terrorist zit in het vliegtuig en dan kijken ze niet langer dan hun neus lang is. En dan blijkt dus dat die terrorist een 9 maanden oude baby is met toevallig dezelfde naam. Er zijn attributen aan jou die net in een verkeerde configuratie je verdacht kunnen maken. Terwijl daar helemaal geen reden is. En je weet niet wanneer een knop wordt ingedrukt. Ik weet niet wie van jullie vaak met het vliegtuig reist, maar ik voel me altijd een beetje ongemakkelijk bij vliegvelden. Je staat daar en je weet, ik moet daar in een rij staan. Dan kom ik bij een incheckbalie, daar hangen overal camera's. En je probeert je maar zo goed mogelijk en netjes te gedragen. Maar het is wat mensen ook noemen een zone of discomfort. Het is een zone van oncomfortabelheid, want je weet niet precies welke regels van toepassing zijn. Het zou best kunnen dat als je naar de wc gaat en je tas net iets te lang bij die pilaren laat staan, dat je nog net op tijd terug bent om te zien hoe een robotauto die zich tot ontploffing brengt. Want dat was kennelijk een regel. En dan voor veiligheidsredenen mogen we natuurlijk ook niet precies weten wat de regels zijn waar je aan je moet houden en waar je niet moet houden. De no-fly list is een bekend idee dat je in Amerika dus heel veel mensen hebt, trouwens heel wereldwijd, die niet meer mogen vliegen. De no-fly list vind ik een heel bizar fenomeen. Je hebt dus allemaal mensen waarvan we weten dat ze niet meer mogen vliegen, want ze zijn te gevaarlijk. Maar ze zijn kennelijk niet zo gevaarlijk dat we gewoon denken, laten we ze arresteren en in een rechtszaak berechten en opsluiten. Het is too guilty to fly, too innocent to be convicted. En je kan je dan niet tegen verdedigen. Je komt erachter dat je op de no-fly list staat op het moment dat je bij het vliegveld niet aan boord mag. En dan kan je niet naar een rechter. Ik had trouwens in een heel klein een vergelijkbaar incident vorig jaar zomer. Toen ik bij een auto huurde en dat niet mocht. Ik zei, hoezo niet? Ja, sorry, je mag geen klant bij ons worden. Waarom niet? Ja, we hebben een systeem, bleek het uiteindelijk, waarmee mijn kredietwaardigheid werd getest. Nou, daar was een ander bedrijf weer voor ingehuurd door het autoverhuurbedrijf. Dus ik naar dat andere bedrijf toe. Ik ben bij ze langs geweest. Ik dacht, dat is leuk voor mijn blog. Kan ik een stukje opschrijven. Ik was stiekem eigenlijk heel blij dat dit gebeurde, want ik had materiaal. Maar na heel veel gedoe kwam ik eens achter dat zij inderdaad, op het moment dat je die auto wil huren, moest je kopie van je rijbewijs geven. Dat kopie van je rijbewijs wordt supersnel gescand op allemaal attributen. En dan wordt gekeken in de database naar je straat waar je woont. En allemaal verschillende aspecten. En dan wordt uiteindelijk een soort van risicoprofiel aangehangen. Nou, wat bleek? Ik was onkredietwaardig, want de vorige bewoners van mijn adres hadden nog nooit een rekening betaald. En dus, omdat ik daar nog niet zo lang woonde, stond nog steeds achter mijn adres een vinkje van dit is mogelijk een risico. Nou, dan moet je dus, je mag geen klant worden en je moet superveel moeite doen om er wel doorheen te komen en onderzoek doen. Dat is niet iets dat zij dan zeggen, oh sorry, onze fout, we zullen alles in het werk stellen om dit recht te zetten. Nee, dat moet je zelf doen. Ik weet niet of mensen deze afbeelding kennen. Dit is eigenlijk een film Brazil van Terry Gilliam. Terry Gilliam, absolute aanrader. Een hele mooie dystopie, losjes gebaseerd op 1984 van George Orwell. Maar dit is het moment dat eigenlijk de hoofdpersoon zie je rechts de rug. Hij heeft een probleem thuis gehad. Er was een leiding geknald in zijn huis. Dat is op iets wat clandestine wijze opgelost door iemand die niet tot het HUD-systeem behoort. Zij twee daar links behoren wel tot het HUD-systeem. Central Services,
hij had al gebeld en nu komen ze aan de deur terwijl het probleem eigenlijk is opgelost. Het ding is alleen dat degene die de pijp al heeft gefixt, die zit nog in het huis, verstopt. En die wil vooral niet ontdekt worden, want dat is een soort van vijand van de staat. Als je natuurlijk dingen zelf gaat oplossen buiten het systeem om, dan ben je zeker in deze dystopische wereld al snel de vijand van de staat. En zij accepteren niet dat het probleem al is opgelost. En dringen ook naar binnen, duwen gewoon aan de kant van nee, je hebt gebeld, er is een probleem gemeld, dus er is een probleem, dus het moet opgelost worden, wij zijn daarvoor. Het is gelijk de machinerie, de logica van de bureaucraat, zeg maar, die in werking wordt gezet, die ook niet deescalerend kan werken. Weet je, als dat gemeld is, dan moet dat opgelost worden, dat die mensen zelf nog nadenken, dat kan niet. Bovendien, dat mag ook niet, want dan zou hun functie niet meer relevant zijn. Ze moeten natuurlijk wel daar zijn om problemen op te lossen. De grap is alleen dat de hoofdpersoon in de film is ook een bureaucraat, een ambtenaar. En die weet terug te slaan door op een gegeven moment te vragen, maar hebben jullie wel het juiste formulier bij jullie? En dan zie je ze helemaal verstijven van, en één begint ook echt te huilen, maar het juiste formulier. En dat is een beetje hoe het voelt soms. In deze, dat je moet een soort van wachtwoord weten, een soort van trucje, om het systeem aan te kunnen vallen. En daarmee helpt niet gezond verstand of gewoon redeneren of iets zien en dat observeren. Nee, je moet een soort van codewoord hebben wat precies het goede is en wat in dit geval slaagt om deze mensen af te weren. Ik had het trouwens zelf een beetje, op een gegeven moment bij de gemeentebasisadministratie wou weten aan wie mijn data door de overheid wordt verleend. Ik vroeg hem, aan wie geven jullie mijn data? Ja, dat kunnen we niet zeggen. Sowieso niet, dat is toch mijn data, daar heb ik heel lang over geconverseerd. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat dat de afnemerslijst heette. En toen ik dat woord helemaal gebruikte, toen ging de deur open. Toen dacht ik, oh, de afnemerslijst bedoel ik. Oh, ja. En het was ook niet dat die mensen dan interpreteren van wat je wil en dat dan zelf bedenken. Ik moest op een gegeven moment achterkomen dat dat het was. En zo voelde ik me hier ook een beetje. En uiteindelijk als je dan, ja... Als je het dan over het panopticon hebt en de zelfsurveillance, dan heb je het uiteindelijk over iets wat een beetje hier begint. Het maken van je eigen profiel zorgt ervoor dat je aan de goede kant van het lijntje terecht komt. Ik heb heel lang gezocht, ik heb ooit een aanzichtkaart gezien van, dat was heel schattig, waar twee plukjes kuikentjes op afgebeeld. En bij de ene kuikentje stond een bordje om lief te hebben en te knuffelen. En bij de andere stond haaienvoer. En ik kon die kaart niet meer vinden, die had ik graag willen zien, maar dat is een beetje het gevoel eigenlijk. We doen allemaal ons best om te zorgen dat vanaf mijn personal child health record, vanaf het begin, dat we zorgen dat we vooral bij de kuikentjes die voor het lief hebben en het knuffelen zijn en niet bij het haaienvoer terechtkomen. Bij over childcare gesproken en healthcare, is dat een van de grote problemen, geloof ik ook nu van de tijd, zijn DBC's, diagnose-behandelcombinaties. Ik weet niet of jullie daarbij bekend zijn. Ik heb zelf persoonlijk vrienden en kennissen die in de psychiatrie en psychologie werken. En die zien dus dat doordat je alles moet verantwoorden naar verzekeraars toe, dat je dan soms mensen maar verkeerd diagnosticeert. Want je hebt kinderen die echt veel problemen hebben thuis en duidelijk gebaat zijn bij een behandeling, maar ze zijn net niet gek genoeg eigenlijk om geholpen te mogen worden. En wat doe je dan als hulpverlener? Het is belangrijker dat de patiënt geholpen wordt. Dan zeg je toch autisme, borderline, een of andere depressie, vinkje aan, zodat je diegene kan behandelen. Maar wat je ook doet, is je draagt bij aan een personal child health record, wat niet meer verdwijnt. Waarbij je, zoals een vriendin van mij onlangs overkwam, extra zorg krijgt toegewezen, niet dat je weet je niet zelf wil, omdat je een psychiatrisch verleden hebt. In haar geval was het dat ze één keer bij de schoolpsycholoog was geweest. Niet echt een psychiatrisch verleden, maar omdat er dan toch een vinkje zat, dat is net een ander risico. En haar man die rookte, en ze waren niet, of het was zelfs niet een man, ze waren gescheiden, maar woonden wel samen. En dan kreeg je net genoeg van die vinkjes, dat op een gegeven moment dan zegt, oké, nu moet jeugdzorg extra opletten op dit gezin. En dat kan dus ook gebeuren doordat een hulpverlener in je gewoon je echt wil helpen, maar de verzekering vond dat jouw afwijking of je probleem niet groot genoeg was om te vergoeden. En daarom is je probleem net wat groter gemaakt. En dit dus indelen
van mensen beïnvloedt ons hier in het klein. Het beïnvloedt andere mensen in het groot. Als je het hebt over haaienvoer en mensen liefhebben, dan is dit een beetje het verschil. Freeport welcomes UK cruise ship. Als toerist mogen we overal naartoe, omdat we de juiste paspoort hebben. Als immigrant, ja, zijn we een soort van haaienvoer over het algemeen. Ik vind persoonlijk dat er geen verschil is tussen die mensen. Maar er zit duidelijk een heel groot verschil in de manier waarop ze in een database zijn geregistreerd. En tot welk clubje ze behoren. Haaienvoer of liefhebben en aaien. De bang op te komen bestaat uiteindelijk volgens mij deze drie dingen. Het is een uitzonderlijke macht in liberale, macht in liberale samenleving. We hebben een soort van constant herhaaldelijke noodtoestand nodig. Ik weet niet wat nu tegenwoordig de huidige terrorisme-dreiging is, maar het is nooit niks. Het is altijd matig, een beetje erger, een beetje minder erg. Het is nooit dat er geen terrorisme-dreiging meer is. We moeten mensen profileren, zoals we net in die andere foto zagen, mensen uitsluiten op basis van mogelijk toekomstig gedrag. Dat is dus mogelijk toekomstig gedrag van je rekening niet betalen, daarom mag je geen auto huren. Tot mogelijk toekomstig gedrag van je wordt waarschijnlijk een crimineel, want je hebt nou eenmaal een te donkere kleur en je komt bovendien niet uit dit land. En het misschien nog wel het belangrijkste en het meest frustrerende vaak voor veel mensen hier, is dat het genormaliseerd is. Want zolang je wel aan al die dingen voldoet, wel de juiste kleuren hebt, wel de juiste papieren, wel in het juiste land geboren, dan hebben we de hele tijd een ervaring van vrijheid. We kunnen overal naartoe reizen, we kunnen onze pakketjes versturen, we kunnen ons geld overmaken. Er is geen enkel probleem, omdat we niet in die risicogroep horen. En daardoor ook een normalisering bij eigenlijk het grootste deel van de mensen dat er niks aan de hand is. Veel van mijn ideeën komen uit dit boek, Liquid Surveillance. Dat kan ik iedereen aanraden om te lezen. David Lyon en een discussie tussen Bouwman en David Lyon. En daarmee wil ik eigenlijk afsluiten. Dit was belangrijk praat. Ik wil nog één belangrijk ding zeggen nog. Dat ik heel tof vind dat David heeft georganiseerd. Ik weet zelf hoeveel moeite het kost om dingen te organiseren. En ik geloof zo dat het wel wat korte nachtjes zal hebben opgeleverd. Om jullie rond te krijgen. Dus allereerst, ik denk ontzettend bedankt om dit elkaar te doen. En jullie bedankt voor jullie komst. En als er nog vragen zijn of als we een discussie kunnen voeren, we zijn ook met een fijne groep om gewoon een discussie nog te kunnen hebben, om van gedachten te wisselen. Dus dan kan dat. Kan je nou één ding in het grote geheel, wij zijn allemaal individuen. Ja. Ik heb dit nu gehoord, ik hoorde waarschijnlijk voor het eerst, ik heb er al eens wat van gehoord. Wat verwacht je nu van mijn reactie? Wat verwacht je nu van ik doe? Wat is nou het doel van jouw lezing geweest? Is mij dat bekendmaken, bewust maken? Of verwacht je dat ik iets ga doen? Goeie vraag. Ik denk dat ik sowieso, een van mijn doelen is dat de rijkheid van ideeën om na te denken over dit probleem graag wel overbrengen. Vaak lopen discussies over surveillance en over veiligheid van heel groot voorbeeld naar heel groot voorbeeld. Je maakt mezelf ook schuldig aan, maar die no-fly list en terreur en zoiets. En het zijn altijd grote uitwassen. Maar wat ik vooral wil duidelijk maken is dat hoezeer, ook vaak onbewust, we zelf onderdeel zijn van het systeem, van wat ik die moderniteit noem. Terwijl we daar eigenlijk niet echt bij stilstaan. Dus het is meer dat ik zelf denk dat er een veel bredere manier is om erover na te denken, dan over het algemeen hoe die discussie wordt gevoerd. En wat ik dan hoop natuurlijk is dat het iets provoceert bij jullie, waardoor de ideeënrijkdom misschien alleen nog maar groter wordt, omdat je zelf een duidelijk gearticuleerd idee over hebt. Ik was wel benieuwd in hoeverre de wetgeving hier nog meekomt. In de zin van dat wanneer er ergens duidelijk fouten zijn gemaakt dat mensen tekort zijn gedaan, dat je de procedure kunt starten. Zodat er ook kans is dat je op een gegeven moment gelijk krijgt. Ja, die is heel klein. En dat is één wel belangrijk punt, maar dat heb ik uitgelaten, ook een beetje om tijdredenen. Maar ik kan het wel kort aanstippen. En dat is ook dat wel bij dit idee van de surveillance staat en van het Banopticon, hoort ook heel erg het idee dat de staat, de nationale of de natiestaat zoals wij die kennen in het klassieke idee, eigenlijk niet meer heel erg toe doet.
Want een heel deel van de macht die oorspronkelijk gebundeld was in die staat, is daar niet meer. Die macht is al lang verdwenen naar multinationals, naar andere partijen en is veel meer ongrijpbaar geworden. Tegelijkertijd wil de staat ook wel veel meer, als je kijkt naar het jargon van de participerende burger en de verantwoordelijke burger, wil juist ook weer een heel deel van die macht eigenlijk weer naar ons afstaan. En uiteindelijk blijft er een soort van staat over die faciliteert een beetje. Maar daar zit niet meer echt de macht. En ik heb ook meerdere keren, we hebben in Nederland wat we noemen het Centraal Bureau voor, nee, sorry, niet het Centraal Bureau, ik ben even in de war. Het bureau persoons CBP, Centraal... Bestemmingspersoonsgegevens, daar was ik naar zoek. Die heb ik ook een paar keer benaderd, omdat ik daar ruzie had met bedrijven. En dat is dus het instituut die ervoor zou moeten zorgen dat in geval van problemen dat zij bemiddelen of dat zij de gang naar de rechter begeleiden. Maar zij zijn dus echt notoire understaffed en underfunded, zoals het heet. Ze hebben echt maar een paar werknemers en krijgen heel weinig geld. Terwijl ze wel van de staat officieel die taak hebben gekregen om dus de privacywaakhond te zijn, kunnen ze niet. En dan krijgen ze heel vaak berichten van, sorry, we vinden het echt heel belangrijk, we zouden je graag willen helpen. Maar je bent de enige op dit moment. En pas als er dan 10 mensen met klachten komen, dan kunnen ze iets gaan doen. Je zou denken dat, laten we zeggen, de Nederlandse wetgevende instanties, dat die maar beter niks kunnen doen, dat we dit wel met de Europese wetgevers moeten regelen. Maar dat schiet ook niet op, want dan heb je nog maar een klein stukje van het geheel. Dus je hebt eigenlijk het gevoel dat men machteloos was. Beetje wel, maar ik denk wel, kijk, ik ben niet echt heel erg fan van de nieuwe privacyregels in de EU die er nu aan staan te komen. Dat er iets op EU-niveau moet worden geregeld, ben ik wel van overtuigd. Want wat je nu ziet is dat Facebook en Google bijvoorbeeld hebben hun hoofdkantoor in een grootste datacenter in Ierland staan. Nou, waarom in Ierland? Want Ierland heeft eigenlijk de meest liberale, de meest makkelijke privacywetgeving van de Europese Unie. En je voorkomt er wel in ieder geval mee voor mee dat ze maar een beetje gaan shoppen, dat ze bedrijven in landen waar ze het makkelijkste, het minste regelgeving hebben. En een soort van geunificeerde regelgeving in de EU zou wel als machtblok in ieder geval een beetje helpen, meer dan staten alleen kunnen. Dan nog blijft, zeg maar in ieder geval de huidige regels die nu op stapel staan, zijn niet echt heel bemoedigend. Er is toch ook een probleem dat de technologieontwikkeling gaat zo snel dat wetgeving, regelgeving, controleren over kan het überhaupt al niet bijhouden. Ja. Dus eigenlijk ligt ook de verantwoordelijkheid hier bij de engineers die technologie implementeren, die daarmee bezig zijn, et cetera. En dat because we can mechanisme, dat vuur nog steeds hoog zijn. Ja, dat is een mantra wat denk ik nog steeds bij veel engineers ook bestaat. Weet je, veel probleem, denk ik ook deels, wat ik hiermee wil aanstippen, is dat de oplossing niet per se alleen technologisch is. Het is echt een sociaal-politiek dilemma waar we allemaal mee te maken hebben, ook als je nog geen regelcode in je leven hebt geschreven. En vaak de engineers, het probleem is voor een man met een hamer is elk probleem een spijker. Die zoeken de technologische problemen, zoeken de technologische oplossingen voor en dan moet je het encrypt all the things, weet je, moet alles maar versleutelen en dat is dan de oplossing. Maar dat is het uiteindelijk niet. Ik denk dat het omgekeerde gebeurt ook. Af en toe worden de wetten afgeschaft die later ook een groot probleem veroorzaken. Ja. Dat is de crisis in 2008, is de wet van 1970 omhoog. Ik dacht trouwens dat ik nog ergens daar een plaatje over had, maar... Ja. De politieke kant, maar bestaat ook eens een politiek tegenwicht. De privacy die is steeds lijkt ons steeds meer vrijgegeven. Ja, een deel van wat ook net werd aangestipt even. Je kan geen lokale oplossingen maken voor iets wat een globaal probleem is. Dat is natuurlijk één kant van het verhaal. Andere kant van het verhaal is denk ik dat ikzelf ook en de tijdsgeest, de manier waarop we nadenken over de economie en over de samenleving, vereist dit ook een beetje een hoge mate van surveillance. Een hoog technologische maatschappij zoals we die nu hebben, lijkt er bijna niet aan te ontkomen op een manier. Ik denk dat wat we voornamelijk moeten bevorderen is dat we er wel discussie over hebben. Dat er meer, er is gisteren nog een rapport uitgekomen over de binnenlandse veiligheidsdiensten.
waarbij eigenlijk expliciet wordt gezegd, bijna geen enkele burger weet wat jullie precies doen. Dus als er een probleem is, dan weet ook niemand hoe we dat probleem moeten aankaarten. Dus aan de ene kant is dat veiligheidsdiensten bepaalde methodes gebruiken die al dubieus zijn. Maar een veel groter probleem vind ik is dat we geen idee hebben van wat die methodes dan ook zijn. En dat er heel weinig discussie over is. En ik denk dat we daar eerst moeten beginnen. En dat clubs als de NSC en de AIVD die zijn waarschijnlijk ook nodig. Want er zijn absoluut mensen die heel veel slechts in de zin hebben. Maar dat er een soort van staat in een staat ontstaat waar wij geen controle meer over is. Omdat mensen gewoon niet eens meer weten wat ze precies uitvoeren. Dat is lijkt me een van de eerste vereisten om aan te pakken. Ik zit zelf met een heel praktisch dingetje. Ik ben op zoek naar een huurwoning in Enschede. Je bent op zoek naar een wat in Enschede? Een huurwoning in Enschede. Een huurwoning in Enschede, ja. Het eerste wat ze wil hebben is kopie van je paspoort, je inkomensgegevens. Ja. Dat je mal. Dus ik heb al contact gehad en gevraagd van ja, waar heb je daarvoor nodig? En ze zegt van ja, dat doet iedereen. Ja. Ja, net of als je het soort magische woord weet, dan wordt het ineens mensen wakker. Dat is waar ze hoort. Als je vraagt waarom heb je dat allemaal nodig, en het antwoord is dat doet iedereen, dan zou ik, dat is geen antwoord, sowieso. Ja. Uiteindelijk ook wel weer wonen, dus je wilt niet al te zeer tegen ingaan. Ja, dat is lastig. Het is ook iets heel dubbels dat aan de ene kant denk ik dat het goed is om op persoonlijk niveau zoveel mogelijk verzet te plegen. Maar uiteindelijk moet persoonlijk verzet tegen zo min mogelijk data vrijgeven en zo goed mogelijk je spullen bewaken, moet niet in de weg staan dat je vergeet dat het een algemeen probleem is. Het is geen particulier probleem, het is een maatschappelijk probleem. Sorry. Ik denk dat nou heel veel instanties gewoon eisen van, je moet dat opgeven, want anders krijg je de dienst niet of wat dan ook. En ja, als je individu tegenin wilt maken, dan moet je heel sterk in je schoenen staan. Ja, en je moet behoorlijk wat tijd hebben. Nee, dat is een beetje het pijnpleitje te zien. Het gaat heel makkelijk de ene kant op, maar verdomd moeilijk de andere kant op. Het is echt een beetje vechten tegen windmolens. Sorry, ik weet niet wat het magische woord is, maar vaak irritant zijn en door blijven vragen en zo, dat helpt al een heleboel. Dat je niet automatisch meegaat, want hoe makkelijk, je raakt dat maar één keer kwijt. Het is zo makkelijk om al die informatie eens weg te geven. Ik verbaas me ook wel eens over dat als je inschrijft voor een nieuwsbrief of zo online, dat je dan ook je voornaam, achternaam, geboortedatum, woonplaats en zo wordt gevraagd. Ik zeg, heb je dat nodig om mij een e-mailtje te sturen? Nee. Wil je nog? Nee, oké. Het was even een verlengde vraag. Want ik denk dat we allemaal wel het probleem kennen dat je, als je recalcitrant gaat doen, het theorie werkt, jij wilt een huis. Als je maar lang genoeg recalcitrant bent, dan zak je steeds verder naar de bodem, omdat je eigenlijk bovenaan een huis wil hebben. Dat is een beetje het dilemma wat iedereen denk ik wel een beetje kent. Als je een grote bek hebt, ga je van de kant. Ja, het is een beetje dubbel, want ik heb ook heel vaak ervaren als je een grote bek hebt, dan willen ze wel zo snel mogelijk van je af zijn, dus zo snel mogelijk helpen. Ja, maar de klager krijgt altijd gelijk, is ook zo. Het ligt een beetje in welke context, als je van jou afhankelijk zijn of jij van hun, ik denk dat daar een beetje het probleem zit. Ja, dat kan heel erg verschillen inderdaad. Ik denk dat namelijk uiteindelijk dat als we kijken naar de machinerie die zeg maar nu bestaat, waarin wat echt bij mij betreft gewoon een soort grote sorteermachine is, inderdaad wie gaat aan de kant. Wie doet er mee? Dat we ons heel erg moeten afvragen in welke mate we dat zelf mogelijk maken. Ik denk ook eigenlijk dat, ja, dat is een beetje een rare argumentatie misschien, maar ik denk als je lang genoeg bezighoudt met het onderwerp en bijvoorbeeld begrijpt hoe Facebook werkt, dan kan je op een dag eigenlijk niet anders meer dan een conclusie komen, ik moet geen Facebook-account. Dus zo pervers de manier waarop zij met je informatie omgaan en de manier waarop je uren besteedt zelf van je eigen tijd om Mark Zuckerberg ontzettend rijk te maken. Yeah. Want weet je, het idee van Google is, weet je, informatie moet vrij zijn. Alles moet vrij en gratis, alles. Waarom hebben ze dan zoveel geld? Als toch alles vrij en gratis wordt. Dus, of is dat een tijdelijke toestand? Dat zij nu even heel veel geld hebben en dat er daarna gezamenlijk het koninkrijk van Mark Schmidt in lopen waarbij alles vrij en gratis is voor iedereen. Het zijn echt bedrijven die in de afgelopen 10, 15 jaar tot de belangrijkste bedrijven ter wereld zijn gaan behoren. En dat allemaal omdat wij gezamenlijk als gehele wereldbevolking uur na uur na uur gratis arbeid voor die mensen aan het verrichten zijn. Bizar. Ja, daar, ik zeg, gebruik dat zo min mogelijk. Gebruik geen Google, gebruik geen Facebook. Ga daar vanaf. Het is een verzameling van data op één plek
die de beheerders van die servers, eigenlijk de beheerders van die database, ongelooflijk veel macht geeft. Het geeft een voorspellende macht. Een klassiek voorbeeld bij Google is dat zij eerder dan de World Health Organization weten wanneer er een griepuitbraak is. Want mensen gaan allemaal googelen op snotneus, verkoudenheid, koppijn, slechte slapen vannacht. Dus zij weten al dat er iets aan de hand is. Maar een ander voorbeeld is dat Facebook op een gegeven moment Instagram kocht. Instagram wordt nu altijd genoemd als het derde grote social online platform. Het is trouwens ook gewoon van Facebook, dus het is geen eigen platform. Maar zij konden dat kopen voordat het groot werd, omdat ze in hun data zagen van hé, daar zit wel een enorme stijgende lijn in Instagram-gebruikers. Dus dan kopen we het nu nog niemand het doorheeft. En dan, nu is het miljarden waard. Maar ja, bij Instagram denk je van, nou, oké, bedrijfje gekocht, leuk, wat geld binnengehaald. Maar die combinatie van data op één plek en analyse die je op kan doen, dat betekent waarschijnlijk voor mij ook iets op het vlak van democratie. Ook op het vlak van voorspelling van wat samenlevingen doen, wat mensen doen, wat we vinden met z'n allen. Ik zou me niks verbazen als over een paar jaar Google van tevoren weet wie de presidentsverkiezingen in Amerika gaat winnen. Want dat zie je aan zoeken en discussies online. Weet je, bijna elke website gebruikt Google Analytics. Het is niet alleen onze zoekresultaten. Alle websites die we bezoeken, dat weet Google. En dat is we zijn zo'n profiel over onszelf aan het opbouwen en gewoon gratis aan het weggeven. Maar dat soort bedrijven enorm veel geld mee verdienen en uiteindelijk macht mee krijgen. Komt dat straks allemaal naar Henry's? Er is geen one quick stop solution hiervoor. Het is een maatschappelijk sociaal probleem waarbij we ons moeten afvragen op welke mate we zelf bijdragen aan de enorme concentratie van macht en data in handen van een paar. En daar zijn we op een bepaalde manier allemaal schuldig aan. En misschien de beste methode is zo'n dingetje. Gewoon zelf een eigen tiny darknet maken. Maar wat ik zelf een andere leuke hobby vind, is wat ik iedereen kan aanraden, is dit soort apparaatjes kopen. Dit is een heel klein, gewoon een computertje. Ik kan hem even doorgeven. De Raspberry Pi kost €30. En kan je gewoon mee browsen en tekst verwerken. Niet zo heel snel, maar het kan. Het leuke vooral is dat hij maar €30 kost en je kan jezelf mee leren programmeren en dingetjes opmaken. En gewoon de basis van hoe een computer werkt. Hoe werkt een computer nou eigenlijk? We gebruiken allemaal die soort van black boxes elke dag voor onze meest intieme en meest financieel gevoelige transacties. Maar niemand weet precies wat er nou gebeurt in die black box. Nou, als je dat leren, daarin jezelf emanciperen, beter begrijpen wat de regels zijn van het spel eigenlijk. Code is een soort van de regels van het spel waarom we onszelf van overgeven zonder enig begrip van de regels. Nou, dan is zoiets een goed begin. Gewoon €30 investeren in een klein computertje. Een beetje leren code schrijven en begrijpen hoe het netwerkje werkt. En dat begint zo moeilijk en dan na een tijdje is het zo. En dan begrijp je eigenlijk veel beter dat het allemaal geen zwarte magie is. En dan begrijp je ook veel beter hoe die macht gebundeld kan worden op één plek en hoe dat werkt. Maar wat ik dan niet snap, ik heb een bedrijf met 10 van die engineers weten hoe dat allemaal werkt. Ja. En de hele jonge garde in het bedrijf, alles onder de 35, heeft een hoop opgegeven om zich überhaupt druk te maken over privacy, data weggeven, ja, et cetera. Die zetten alles op de telefoon en zeggen, ja, dat komt er ook aan. Ja. Ja, misschien dat helaas de zorg om het grondrecht op privacy zich bevindt in het stomme rijtje van zorgen maken om de wereld of om de milieu of om voedselveiligheid. Het zijn altijd de ideeën die een beetje te abstract worden, die net iets te ver weg liggen in de toekomst of zo, die zijn altijd moeilijk om over te brengen. Dan moet je op een gegeven moment zelf dat echt voelen, ervaren van ik maak me echt zorgen over dat we de wereld met z'n allen aan het verbranden zijn. Ik maak me echt zorgen over mijn privacy, ja. Ik weet niet, dat is iets wat ik over het algemeen als mensen dat zien, dan zijn ze iets wat ze zelf besloten hebben, hoe dat ze belangrijk vinden. Ik vind het heel moeilijk om mensen die dat niet zien, om daarvan te overtuigen op een manier. De olieindustrie in de VS is ooit in 7 gesplitst onder de antitrustwetgeving. Ja. Google splitsen, wordt daar wel eens over gedacht? Ja, volgens mij zijn er wel eens af en toe discussies over, maar de details... Dan krijg je weer gewoon YouTube en apart en Google Mail apart. En zo, ik bedoel, Microsoft is op een gegeven moment gesplitst. Dat moest de besturingssysteem.
Ja, dat is ook een beetje haphazard. Maar dat was wel een soort van idee dat de browsers. Ik bedoel, dat is ook een absurd idee. We hebben ooit geprobeerd, zeker in Europa, om Microsoft aan te pakken. Want Microsoft was te groot geworden. Weet je? Die browser die moest los van het besturingssysteem. Jarenlang geduurd. Nou ja, ik weet niet, Microsoft is echt een lachertje vergeleken bij de bundeling van macht als je nu kijkt naar Facebook en Google. Dat we ons daar toen nog zorgen over maakten, was eigenlijk tof. Want toen maakten we ons daar zorgen over. Maar een beetje, ja, kneuzerig vergeleken met wat we nu zijn, denk ik. Nog één laatste vraag? Nee? Of niet? Dan mag ik het hier bij laten. Bedankt. Graag gedaan.